object layer options in InDesign. Nog nooit van gehoord? Zeker blijven kijken. Wel al van gehoord? Blijf ook gerust kijken. Wie weet ontdekt er wel nog iets nieuws. Let's check it out. Ik ga eventjes de situatie schetsen. Ik zit momenteel in InDesign en ik heb daar al een Illustrator-afbeelding geplaatst. Nu, ik ga ook een keer snel in Illustrator gaan kijken. Dus ik hou Alt ingedrukt, ik dubbelklik op de afbeelding. Daardoor gaat die open in Illustrator. En ik wil een keer eventjes gaan kijken naar de layerstructuur die we hier hebben. Dus zoals dat je kunt zien, heb ik hier in Illustrator mijn penguins over verschillende lagen verdeeld. En ik heb ook de tekst op een aparte laag gezet. Goed, nu, ik zou altijd terug kunnen komen naar Illustrator om daar aanpassingen aan te maken aan de zichtbaarheid als ik dat wil. Maar dan gaat dat natuurlijk overal updaten in InDesign. En we hebben eigenlijk onmiddellijk in InDesign beschikking of de mogelijkheid om de layerzichtbaarheid van die file te gaan aanpassen. Nu, hoe doen we dat? Je kunt daarvoor de file of de afbeelding beter gezegd gewoon selecteren. Dan ga ik rechtermuisklik een keer proberen en daar vinden we een optie Object Layer Options. Diezelfde optie die is ook terug te vinden bovenaan in het menu Object, Object Layer Options. Nu als we die aanklikken of kiezen, dan zien we effectief de layerstructuur van die Illustrator file. En je kunt gewoon simpelweg hier, ik heb de preview aangezet, kun je gewoon hier simpelweg layers aan- en uitzetten. Nu, dat is een voorbeeldje hoe het werkt met Illustrator files. De Illustrator file was al geplaatst. Laten we een keer kijken naar een tweede voorbeeld met één Photoshop file. Goed, ik heb daarvoor al één document klaargezet. En deze keer ga ik ook eigenlijk gaan kijken hoe dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, zelfs al vanaf het moment van importeren. Dus ik ga gewoon de klassieke weg in InDesign volgen. Ik doe Command D en ik heb hier een Photoshop file klaarstaan. En ik ga eventjes langs de import opties. Nu, ik ga dat niet aanzetten, want ik vergeet dat altijd uit te zetten. En de volgende keer plaats ik dan 10 files en dan moet ik 10 keer doorheen de import options. Dus ik ga Shift ingedrukt houden en ik klik op Open. Hop, en dan krijg ik ook eenmalig mijn import options te zien. Mini-tip. Goed, nu hier zie je ook bij de import options voor een PSD dat ik eigenlijk heel de layerstructuur hier kan gaan openklappen. En ik kan eigenlijk nu al gaan kiezen welke laag ik wel en niet wil tonen, bijvoorbeeld. Zie je? Dus heel handig. Ik kan dat al op deze moment doen. Ik ga die gewoon plaatsen. Goed, ik heb hier een header-afbeelding klaarstaan. Dus ik ga gewoon simpelweg klikken en dat wordt daarin gedropt. Nu, dit is de hoofding voor bijvoorbeeld een paper-mailing dat we gaan uitsturen. En ik ga ook op pagina 2 diezelfde afbeelding nog eens gaan plaatsen. Hop, ik drop die daarin. Maar hier wil ik een keer een van de andere varianten uitkiezen. Dus ik ga rechtermuis klikken. Ik klik op Object Layer Options. En dan kan ik gewoon zeggen, oké, okay, misschien wil ik een keer met die andere persoon hier proberen. Ik ga de preview aanzetten en ik klik oké. Voilà, nu heb ik al twee hoofdingen met twee verschillende visuals eigenlijk erin. En allemaal met één PSD-file natuurlijk, die ik netjes heb opgebouwd aan de hand van layers. Nog een extra tipje hier. Ietske minder gekend bij veel mensen. Dat is het gebruik van layer comps. En wat zijn layer comps? Ik ga je dat onmiddellijk laten zien. Dus ik kan ook hier via Object Layer Options... Even wat naar boven scrollen. Hop. Dus via Object Layer Options kan ik hier ook een layer comp kiezen. En die gaat eigenlijk onmiddellijk een heel andere set van layers gaan tonen.
Nu, hoe dat, dat juist werkt, dat is voor een andere video. Maar voor degenen die het al kennen, een handige toepassing daarvan. En zo kun je eigenlijk vliegensvlug aan de hand van één PSD meerdere visuals in je InDesign-file plaatsen. En er zijn nog tal van toepassingen waar dat dit zeer nuttig is. Dus, there you have it. Object Layer Options in InDesign. Ga er zeker een keer mee aan de slag. Superhandige functie. Tot de volgende tip. Bye.